Beste kijkers, hartelijk welkom bij Klagemuur TV. Sinds afgelopen zondag staat het vast. De nieuwe, door het Oekraïense volk gekozen president is Poroshenko. Het was een fantastische verkiezing, vatte zondag de Zwitserse SP-volksvertegenwoordiger Andreas Gross samen. Via de Zwitserse radio SRF1 liet Gross afgelopen zaterdag het volgende al bekendmaken. De Oekraïners zullen deze keer de meest vrije en eerlijkste presidentsverkiezingen beleven sinds hun onafhankelijkheid in 1991. Ook internationale verkiezingswaarnemers klassificeerden deze presidentsverkiezing in de Oekraïne als wettig. Ze zou verstrekkend aan democratische standaards beantwoorden. Maar waren het echt de meest vrije en eerlijkste verkiezingen die er in de Oekraïne ooit geweest zijn? Een interessante vraag waarover we nu bij Klagemauer TV van gedachten willen wisselen. De campagne van de voorverkiezing was niet zonder problemen. Uit de Sergej Lavrov, Russische minister van Buitenlandse Zaken. Kandidaten voor het presidentschap werden geïntimideerd, geslagen en zelfs hun leven werd bedreigd. Een vliegtuig waarin een kandidaat zat, werd niet doorgelaten. Een ander trok zijn kandidatuur in toen de represailles begonnen en er van buitenaf druk op hem werd uitgeoefend om hem te verhinderen aan de verkiezingen deel te nemen. Verder werden huizen van deelnemers in brand gestoken. Van de 21 kandidaten op de verkiezingslijst was er niet één van wie het verkiezingsprogramma de eisen van de oostelijke regio's zou hebben behartigd. Oleg Saryov, die men beschouwde als een vertegenwoordiger van de belangen van het Russisch-talige deel van de bevolking, trok een maand eerder zijn kandidatuur in. Was het openbare debat dan zo goed als nooit tevoren, zoals SRF1 beweerde? Saryov verklaarde dat hij afstand deed van zijn kandidatuur omdat men hem zou hebben geweigerd deel te nemen aan openbare televisiedebatten. Vooraf hadden Oekraïense radicalen hem neergeslagen nadat hij had deelgenomen aan een uitzending van een lokaal televisiekanaal. Heeft werkelijk niemand hierover een klacht ingediend zoals SRF1 berichtte? Vooraf aan de verkiezingen werd op straat een pessimistisch beeld zichtbaar. Velen waren bang om het leven te komen bij mogelijke schietpartijen op straat. Omdat er toch al was besloten wie president zou worden, namen ze geen risico en zouden ze ook niet gaan stemmen, klaagden de mensen. Het zouden toch geen vrije verkiezingen worden? Waren er dus bij de verkiezingen in de Oekraïne nog nooit zo weinig problemen zoals volksvertegenwoordiger Gross beweerde op SRF1? Dat er van de 41 miljoen stemgerechtigden 5 miljoen niet konden gaan stemmen vanwege de onrusten in het oosten van het land, zou de wettigheid niet in twijfel trekken, aldus Gross. Het aantal van degenen die verhinderd waren, zou te klein zijn. En daarom zijn deze 12% niet-kiezers voor de SP-volksvertegenwoordiger totaal onbelangrijk. Het belangrijkste was een wettige president te verkrijgen. Volgens de grondwet echter zijn verkiezingen ontoelaatbaar als gedurende die verkiezingen in delen van het land oorlogshandelingen plaatsvinden. In Luhansk en nog andere steden werd op de donderdag voor de verkiezingen de oorlogstoestand uitgeroepen. Winkels werden gesloten en het openbare verkeer lamgelegd. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken had het Westen er meermaals krachtig op gewezen dat het zinloos zou zijn onder deze omstandigheden van een burgeroorlog in de Oekraïne te hopen op rechtmatige presidentsverkiezingen. Het zou noodzakelijk zijn vooraf een staakt het vuren en neerleggen van de wapens door te zetten. Dat was echter niet het geval. Menig Oekraïne-expert vermoedt dat terwijl 3000 verkiezingswaarnemers alleen daarom werden aangesteld om mogelijke ongelegen momenten, waarmee ze dan de lopende oorlogshandelingen bedoelen, glad te strijken en de verkiezingen te legitimeren voor de westerse openbare mening. Dames en heren, oordeel zelf of er bij de Oekraïense presidentsverkiezingen wel of niet gesproken kan worden over wettelijke, vrije en eerlijke verkiezingen. Wij van Klagemauer TV blijven eraan werken om een ongecensureerd en zo grondig mogelijk beeld van de ontwikkelingen door te geven. Een goede avond en tot de volgende keer. Auf Wiedersehen.